Goedendag. Je kijkt naar het weerbericht van woensdag 18 juli van weerplaza. Het is vandaag opnieuw een stralende zomerdag. Veel zonneschijn vanochtend, alleen van het westen uit wat meer wolkenpartijen. De temperatuur ligt tussen de 17 en de 19 graden en de wind houdt het rustig. En ook vanmiddag is het rustig wat de wind betreft. Alleen vlak aan zee kan er een zeewind opsteken, windtracht 3. Verder is er een afwisseling van zon en stapelwolken. En is het 24 graden in de kustprovincie tot 26 of 27 graden landinwaarts. Vanavond ligt het kwik rond een graad of 22, de wolken lossen op en het blijft droog. Morgen opnieuw een stralende zomerdag met zon en wolkenvelden. Het wordt in de middag 23 of 25 graden in de kustprovincies, landinwaarts iets warmer dan vandaag 28 graden. Vrijdag is het ook nagenoeg droog en zomers warm met 24 tot 28 graden. Later is wel kans op een enkele bui. Zaterdag valt er een enkele bui, maar veel stelt dat niet voor. En zondag is het gewoon weer droog en vrij warm. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.